Dames en heren, mag ik de vergadering heropenen? Welkom allen. De heer Wildfank is getroffen door de bliksem. Dat wil zeggen, hij niet persoonlijk, maar de trein. En daardoor heeft hij vertraging. Maar dat komt verder allemaal helemaal goed. Wij verwachten hem om 8:00. Dus dat valt reuze mee. En de heer Raamaker heb ik ook de vorige keer al van aangegeven dat hij kampt met gezondheidsproblemen. Niet ernstig, maar wel buitengewoon hinderlijk. En ik hoop dat we hem snel weer mogen verwelkomen. De heer Schuurman voert het woord. En verder is het zo dat ik begrepen heb dat ik een cadeautje krijg van mevrouw Lasje. En dat vind ik heel spannend. En waar wilt u het me geven? Moet ik naar u toe komen? Komt u naar mij toe? Wat doen we? Ik kom straks wel naar u toe. Oké, dan neemt u eerst het woord. Oké, dank u wel. Precies 4 weken geleden werd de werkconferentie Sociaal Domein gehouden. In de Trefkoede Plus. En het was toen bijna net zo warm als nu. Een werkconferentie met als doel horen hoe het gaat in het brede veld van de zorg na de transitie. Van het college en de afdeling krijgen we als raad de cijfers. Maar hoe gaat het op de werkvloer? Hoe ervaren de werkers de veranderingen en wat heeft het opgeleverd? Dat waren de vragen voor die avond. Het werd een boeiende avond met een prikkelende inleiding over welke zorg mensen elkaar kunnen en willen bieden. 6 pitches gevolgd door 6 interviews met 6 werkers in de verschillende werkvelden van thuiszorg tot jongerenopvang. Er werd gesproken over vragen als wat gaat goed, wat kan beter, wie heb je daarvoor nodig en wat kan de gemeente daarin voor je betekenen. En die gesprekken leverden veel informatie op. En dat is nu allemaal gebundeld in dit mooie boekje. Voor wie er niet was, maar ook voor wie wel aanwezig was, want het was niet mogelijk om alle workshops te volgen. Een boekje om nog eens door te lezen en vooral om als raad onze winst mee te doen. Winst nu we van transitie naar transformatie gaan. In het belang van de werkers en de cliënten. Want daar gaat het om. Goede, bereikbare, effectieve zorg voor de inwoners van Daalsen. Griffie en afdeling, bedankt voor alle werk, alle inspanning die jullie hebben gehad bij het organiseren van de conferentie. Maar ook bij het mogelijk maken van dit boekje. Het is een interactief boekje. Achterin staat hoe het moet, maar het is echt heel erg leuk om te kijken, want je kan allerlei filmpjes zien als je dat er doet. Ik wil dit boekje graag aanbieden als ons, als raad. Want het was onze raadswerkconferentie. En ik wilde graag doen door het eerste exemplaar te overhandigen aan onze burgemeester. Ik neem het heel graag in ontvangst. Dankjewel. Dames en heren, dank. Overigens ook voor dit mooie initiatief. De griffier is zo vriendelijk geweest om mijn eerste exemplaar vandaag al mee te geven, zodat ik het in de trein kon lezen. En daardoor kan ik nu ook oprecht zeggen dat het echt de moeite waard is om te lezen. Ik kan het dus gewoon zeggen, want ik heb het gedaan. En de titel, dames en heren, tussen aanhalingstekens, en ik denk dat u het moet zien als een hartekreet van professionals in het veld. De titel luidt, geef ons het vertrouwen dat we een goed resultaat leveren. En ik denk dat dat een hele mooie hartekreet is. Maar het geven van vertrouwen is niet eenvoudig, laat ik het zo zeggen. Want je wilt ook altijd een bepaalde mate van zekerheid. En het geven van vertrouwen vraagt ook, zoals dat in iedere relatie is, dat je open naar elkaar toe bent. En dat je elkaar bevraagt. En dat je elkaar wilt onderzoeken. En dat je elkaar respecteert in elkaars rollen. En in elkaars verantwoordelijkheden. Dus ik zou willen zeggen, ja, geef het vertrouwen. Maar vraag het ook. Vraag ook het vertrouwen als raadsleden. Vraag ook het vertrouwen als bestuur. Dat je het als raad en het bestuur op een goede wijze wilt organiseren en ook je verantwoordelijkheid wilt nemen. Dus het is vertrouwen geven, maar u mag het ook vragen. Dat wou ik graag zeggen. Nou, met die stichtelijke woorden en nogmaals gefeliciteerd met het boekje, want ik heb het echt met veel plezier gelezen. Ik ben niet interactief geweest, maar ik heb het wel gelezen. En ik hoop dat het initiatief zich ook verder voortzet. Daarmee is de vergadering ook inhoudelijk van We gaan naar de tweede termijn. En in deze termijn reageren fractievoorzitters op elkaars beschouwingen en op de reactie van het college. En ze krijgen hiervoor 5 minuten spreektijd. In deze fase zouden we het echt fijn vinden als u moties of amendementen op zijn minst aankondigt, het liefst gewoon indient. U kunt ze altijd terugtrekken naar aanleiding van het debat, maar naarmate u ze eerder indient, wordt de discussie erover gewoon concreter. Dus het is mijn verzoek, laat ik het zo zeggen. Maar ik kan me ook voorstellen dat u eerst een keer een antwoord van een wethouder wilt hebben of een burgemeester voor de dat feitelijk doet. Dus ik zeg niet dat het moet, maar probeer zo snel mogelijk de discussie zo concreet mogelijk te maken. Er wordt gesproken vanaf de eigen zetel. Ik denk dat dat verheugend is voor u. Interrupties zijn toegestaan en ze gaan niet ten koste van de spreektijd.
effectieve spreektijd. Dat zijn de spelregels voor vanavond. En daarna gaan we schorsen. Mag ik als eerste het woord geven aan de heer Schuurman van de gemeentebelangen? Natuurlijk, dank u wel, voorzitter. Vanavond gaan we verder met de behandeling van de perspectiefnota. Afgelopen maandag hebben we de bijdrage van de andere fracties gehoord en ook de reactie van het college daarop. Onze vragen en opmerkingen zijn grotendeels naar tevredenheid beantwoord, maar er zijn nog een aantal punten die we vanavond willen benoemen. Door diverse oorzaken zijn er in de afgelopen periode een aantal financiële tegenvallers op ons afgekomen en hoe vervelend ook, we willen het college en ambtenaren allereerst complimenteren met de proactieve aanpak van deze punten. Als uitgangspunt voor de perspectiefnota. Gemeentebelangen wil een sluitende begroting. De wethouder heeft aangegeven dat dit ook zijn uitgangspunt is, dus we zitten op één lijn. We vinden het belangrijk dat de 1 miljoen ombuiging, zoals besproken, het uitgangspunt blijft en dat er niet op grond van mogelijke meevallers wordt afgezwakt. Tegenover een meevaller kan ook nog een tegenvaller komen. Er staan nog heel veel PM-posten genoemd, dus eerst maar eens even pas op de plaats. Gemeentebelangen heeft gevraagd om een goede, zorgvuldige afweging met betrekking tot de werkdruk die wordt ervaren in het gemeentehuis. In september komt het rapport met betrekking tot de ontwikkeling van het personeelsbestand en de analyse daarvan. Gemeentebelangen willen gezonde werkdruk voor alle medewerkers van de gemeente. Lekker aan het werk, een gezonde inzet. Een te hoge werkdruk is niet goed, zorgt voor achterstanden en mogelijk zelfs ziekte en levert op termijn niets op. Het is dus belangrijk om goed inzicht te hebben in de organisatie en de druk die er wordt ervaren. De factor arbeid is een grote kostenpost en voordat er andere initiatieven sneuvelen door die een beperkt budget vragen, willen we de uitkomsten van dit rapport afwachten. Op basis van deze uitkomsten kunnen we beter richting geven aan de ombuigingen. Gemeentebelangen, zoals afgelopen maandag ook benoemd door de ChristenUnie, wil de komende maanden worden meegenomen in de gedachtegangen van het college om te komen tot die sluitende begroting. We begrijpen dat hier wel een inspanning vragen van het college, maar willen niet dat de begroting onverwachte verrassingen gaat opleveren. Een aantal punten. Gespreksverslagen. De burgemeester gaf als reactie dat hij de oplossing zag van het probleem in lean werken, maar volgens gemeentebelangen gaat het verder dan lean. En gaat het over werkafspraken en procesafspraken op de werkvloer. We horen te vaak hetzelfde verhaal dat inwoners de verhalen diverse keren moeten vertellen om welke reden dan ook. Een ambtenaar ziek, ambtenaar een andere baan, collega's kunnen niet bij de stukken of er heeft geen overdracht plaatsgevonden. We hebben het vorig jaar tijdens het bezoek van het directieteam al gehoord dat hier aandacht voor was en dat er aan gewerkt ging worden. We willen graag weten wanneer we de resultaten hiervan kunnen verwachten. Burgerparticipatie. We zien dat er bijvoorbeeld in een project rondom de Jachtlusterallee veel werk is verzet om alle geluiden te horen en te inventariseren. Er is veel tijd in gestoken en het heeft ook zeker resultaat opgeleverd. Omdat gemeentebelangen ook altijd van A naar B wil, vinden we dat er nog een taak ligt voor de gemeente op het gebied van verwachtingsmanagement. Dus op voorhand duidelijk aangeven wat er verwacht wordt, wat de gemeente gaat doen met de informatie en wat de uitkomst zou kunnen worden. De inwoners van onze gemeente hebben veel ideeën en energie en daar moeten we heel zuinig op zijn. Onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. We begrijpen uit het antwoord van de wethouder dat er per 5 jaar gekeken wordt naar de kosten die verwacht worden en dan worden opgenomen. Maar wij vinden het vreemd. Als er bijvoorbeeld een installatie met een waarde van 150.000 euro wordt aangekocht met een verwachte levensduur van 15 jaar, dan is het volgens ons logisch om elk jaar 10.000 euro af te schrijven en niet de eerste 5 jaar en de tweede periode van 5 jaar niets en dan het laatste jaar zeggen van er komt 150.000 euro op ons af. Dat kan stabieler. We zijn blij dat de PvdA, dat willen wij ook namelijk, kunsten op straat wil behouden. Wij hopen dat meerdere partijen dit willen steunen. Afsluitend, we zien de inspanningen die er worden geleverd door alle medewerkers van de gemeente Dalfsen, maar het is nu tijd om kritisch te kijken en ervoor te zorgen dat we een financieel gezonde gemeente blijven. Het is hier prachtig wonen, werken en recreëren en dat willen we graag zo houden. Daarom blijven we als gemeentebelangen kritisch meekijken met hetgeen dat op ons afkomt. We worden graag verder meegenomen in het proces richting de begroting. Dank u wel. Dank u wel, meneer Schuurman. Ik ben niet onderbroken, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen nog vragen hebben naar aanleiding van uw inbreng. Dat is niet het geval. Ik kijk even rond. Nee, dan ga ik dan voor Hamelman, CDA. Dank u wel, voorzitter.
Ook voor ons zijn veel vragen naar aanleiding van afgelopen maandag al beantwoord, maar we willen toch nog een terugkoppeling geven per portefeuille. De suggestie van onze burgemeester om de vastlegging van de gesprekken met burgers te uniformeren en een proces lean te maken, dat omarmen wij. Verder hebben we gesproken over de gemeenschappelijke regelingen. Daar is aangegeven, ja, wij zitten in het bestuur, dus we hebben daar grip op. Het gaat ons er niet om dat zaken onvermijdelijk zijn, maar daarvoor moeten we ons richten tot Den Haag. Wel vinden we het belangrijk om duidelijke inzicht te krijgen in de keuzes die er nu in de toekomst worden gemaakt per gemeenschappelijke regeling. We willen een toekomstbestendige samenwerking waar wij nadrukkelijk meegenomen worden door de betreffende collegelid. Dus we willen graag die informatie tijdig. Daarnaast wordt er genoemd over de indexering van de kosten in de begroting. Dat lijkt ons een logische werkwijze voor de toekomst. Maar de omgevingsdienst hebben we niet alleen over indexering, maar ook over overheadkosten. Hoe gaat het college grip krijgen op deze kostenstijgingen? Welke positie neemt het college hierin in? En als zij in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zitten, accepteren ze dan die stijging zomaar of wordt er ook discussie over gevoerd? Daar zitten wij nog met wat vragen. De toptakenwebsite, producten en diensten info makkelijker maken voor onze inwoners. We zijn blij om dat te lezen. De gemeente gaat met de tijd mee. Een prettig te gebruiken website waar veel zaken vanuit huis kunnen worden geregeld. Een hoog serviceniveau waar we in het verleden al vaker aandacht voor hebben gevraagd. Aandacht voor tijdelijke en natuurlijke juiste beantwoording van vragen via telefoon, e-mail of post blijven overigens een aandachtspunt wat ons betreft. Dan de werkdruk van de ambtenaren. Wij hadden het idee om voor te leggen op basis van een nieuw collegeprogramma tegelijkertijd een indicatie af te geven voor de eventueel extra te verwachten ambtelijke belasting. Zodat we inderdaad ook een inschatting kunnen maken van wat de consequenties op personeelsgebied zijn. Op basis daarvan kunnen er eventueel misschien ambities bijgesteld worden. Het is maar een idee, maar goed, misschien kunnen we daar eens over nadenken. Dan ons voorstel voor de zonneparken. Om eind deze maand wordt sowieso een besluit genomen over het document. Maar de toezegging van de heer Van Leeuwen om eventueel te kijken naar de mogelijkheden voor zelf exploiteren of eventueel windparken op zee, dat omarmen wij graag. De heffing van de OZB. Er is gezegd dat het misschien naar een vierkante meterprijs moet in plaats van een kuubprijs. Net als verplichting van de RUT naar de OD, onbegrijpelijk dat lokaal de financiële gevolgen gedragen moeten worden. We willen jullie oproepen om actie te nemen richting VNG om steunen of mede te initiëren. Dan naar aanleiding van de PM-posten. Op zich is de reactie van de wethouder begrijpelijk, maar toch zit hier een gevaar in. Vraag is of het niet beter is om een stelpost op te nemen. Sowieso zijn het grote aantal posten. Zorg voor een zorgelijke financiële huishouding. Dus we willen de vragen of toch die stelposten opnemen of kijken of er tussentijds bijvoorbeeld eind september informeerder meegenomen kunnen worden in de ontwikkelingen op dat moment. Zodat we bij de begroting, wat net door gemeentebelangen ook al aangegeven wordt, niet voor verrassingen komen te staan. Het college heeft zijn zorgen uit over de mobiele bereikbaarheid op ons platteland. Blijkbaar heeft de tactiek tot nu toe niet gewerkt. Wat gaat het college de komende periode anders doen om te kijken dat het wel gaat werken? We hebben fors minder restafval. Hierdoor blijft de opbrengst van Diftar achter op de verwachting. Als deze reserve leeg is, naar verwachting in 2019, zullen tarieven met oogpunt van kostendekkendheid verhoogd dienen te worden. Wij zijn van mening dat we de inwoners niet kunnen straffen voor dit gedrag. Allereerst zullen we creatieve en initiatieven moeten ondernemen met Rova om de kosten te drukken en anders met de reserves aanvullen. Dan op het gebied van duurzaamheid. U staat nu op prio 3. Gezien het belang zijn wij van mening dat dit prio 1 moet zijn. Wat ons betreft hoeft dat niet meer te kosten, maar is het met name actief zijn, faciliteren en meeliften op datgene dat door andere instanties, bedrijven en duurzame dorpen wordt omgezet. Er volgt dan ook straks een amendement samen met de ChristenUnie in ieder geval. Het IBOR, het onderhoud van de openbare ruimte, is een belangrijk aandachtspunt. Het is enerzijds ons visitekaartje en anderzijds wordt een goed onderhouden openbare ruimte zeer gewaardeerd door onze inwoners. Zoals in de beschouwing aangegeven, moeten we hier kritisch kijken wat we wel of niet doen. Veiligheid staat hier voorop en onderhoud aan wegen moet gedaan worden om hogere kosten in de toekomst te voorkomen. Maar toch denken we dat hier ruimte zit.
Wij zien ook aanpassingen en onderhoud die in onze ogen minder of anders kunnen. Wij zullen ook kritisch zijn op de komende plannen op dit gebied. Natuurlijk is ons visitekaart, natuurlijk is ook het onderhoud van de openbare ruimte ons visitekaartje en wordt het gewaardeerd door onze inwoners. Onze vraag is dan ook, kunnen onze inwoners hierin een rol spelen? Welk niveau qua onderhoud ze belangrijk vinden en wat hun eigen rol hierin kan zijn? Asbest. We zoeken samen met de provincie actief naar kansen, is gezegd. Wij kunnen hierbij aan de zijlijn, maar wij kunnen hier niet aan de zijlijn toekijken. Maar we moeten kijken naar mogelijkheden. Wij gaan als gemeente actief hiermee om aan de slag, maar wij zitten toch een beetje, het blijft bij toezeggingen en een actieve rol aannemen. Ja, wat is dat dan? De duurzame dorpen kunnen hier natuurlijk wel een rol in spelen, maar wij zouden dat graag nog wat duidelijker zien. Dan de kinderopvangtoeslag. Er is gezegd, er wordt een subsidieregeling voor de niet werkende ouders geregeld, zodat ze ook naar de peuterspeelzaal kunnen. Onze vraag is, betekent dit dat als het niet gedaan wordt, de tarieven voor niet werkende ouders substantieel hoger zouden zijn? En als het geregeld wordt, moet het gezin dit dan zelf aanvragen via de gemeente of hoe gaat dat in zijn werk? De stukken in zaken de reserve, of de opmerking in zaken de reserve sociaal domein, dat het gedekt kan worden uit die reserve, die incidentele kosten, dat omarmen wij graag. Ik ben bijna klaar. En tevens geldt dat voor het consultatiebureau, als dat in de perspectiefnota 2008 weer aan de orde komt, dan zijn we daar positief over. We zijn wel benieuwd naar het voorstel, maar de wethouder weet hoe wij hierover denken. Dan nog de laatste vraag over jeugdzorg. De wethouder heeft daarover dat soms wachtlijsten ontstaan. De vraag van ons is of die wachtlijsten tot problemen kunnen leiden. Is daar grip op? Daar willen wij graag antwoord op. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Rameland. Dat laatste was een nieuwe vraag, denk ik, hè? Of was dat naar aanleiding van de inbreng? Oké, okay, die was niet helder genoeg van de wethouder op dit punt. Dank u wel. Ik kijk even rond. Mag ik naar de heer Nijkamp toe? De heer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de antwoorden op de vragen en de suggesties die we gedaan hebben in de eerste ronde. Er loopt toch een aantal punten nog even bij langs om of goede conclusies te trekken en die bevestigd te krijgen, dan wel nog een paar punten aan de orde te stellen. Allereerst duurzaamheid. We begrijpen dat het college open staat om dit onderwerp hoger te prioriteren. Maar het komt niet over alsof het ook heel belangrijk wordt geacht uit de beantwoording. We hadden iets wat meer vuur verwacht op dit onderwerp. En zoals we hebben gezegd, is niet voor elk onderdeel van de aanpak voor grote investeringen nodig. Maar we willen voorkomen dat het gaat schuiven. We hebben recentelijk het jaartal 2025 losgelaten, maar dat is niet bedoeld als zijnde een nieuw startmoment voor volgende acties. Dus wat ons betreft wat meer tempo daarin. En dat betekent ook wat ons betreft dat we een amendement indienen om met een prio 1 te eindigen, zeg maar, deze sessie. Ik neem aan dat die straks voorgelezen kan worden. Ten aanzien van veiligheid. Nou, we zien toch wel graag een verdere uitwerking van het begrip fietsveilige gemeente. We zien graag bovenop het GVVP in 2018 daarvoor een eerste aanzet. Dat wil niet zeggen dat we allerlei dingen meteen in beweging moeten zetten, maar wel in de zin van kijk daar nog eens kritisch naar, maak eventueel plannen en maak een meerjarenperspectief. Inventariserend en niet meteen uitvoerend. We verwachten in ieder geval wel dat er concreet ook nagedacht wordt over de situatie rotonde Kampmansweg, zoals ook is toegezegd in het verleden, maar ik vind hem nog niet expliciet terug, terwijl we hem in het GVVP terugvinden, maar dan hoor ik dat graag nog even ter bevestiging. Evenals een eerste ideevorming over de F340, want ja, hoe het ook bent of keert, blijkbaar gaat het nu allemaal wel gebeuren, die 340, dus wil je de oude weg benutten, dan moet je wel tijdig met planvorming beginnen. En nog even over het beton van de Jachtluster Allee. Dat is in het onderhoud veel goedkoper, hebben we begrepen. De vraag die daaraan gekoppeld is, althans die ons in één keer bezig hield, is van
waarom passen we dat dan niet vaker toe? Dat is een nieuwe vraag, moet ik bekennen. Maar we zijn ook wel benieuwd van wat daar nou de gedachte achter is. Horen we graag. We zijn in ieder geval blij, als het gaat over veiligheid, dat het landelijk gesignaleerde knelpunt over de politie lokaal niet herkend wordt. En ja, we zijn blij met de wijkagenten. Houd ze zichtbaar en toegankelijk, zouden we zeggen. Dan zorg in het sociale domein als tweede thema. We interpreteren de reactie van het college als een toezegging dat er een voorstel komt over egalisatiefunctie in de reserve sociaal domein. Als je overigens die functie toevoegt, dan is dat per definitie langdurig. Want anders spreek je niet over een egalisatie. We hebben het schema dat de wethouder ons heeft doen toekomen, die casus, goed bestudeerd. Ingewikkeld en verbazingwekkend. Iedereen communiceert met iedereen, maar relatief weinig met de cliënt. Dat was even een soort tussenconclusie, ik weet niet of die helemaal klopt. Maar uit het schema haal je dat wel. Het voorstel van de PvdA over de zorgcoördinator, ja, dan zit je toch ook even naar zo'n schema te kijken. Wat betekent dat nou? Dat vinden we wel wat lastig te beoordelen, wat dat nou voor effecten zou hebben. Is dat misschien, wat in dat schema staat, de intensieve case manager? Dat zou kunnen, maar we weten het niet. Wat ons betreft zou het een goed idee zijn om het voorstel van de PvdA eens mee te nemen in die strategische notitie over de transitie. Dan kunnen we daar misschien iets wat meer beeld en geluid bij krijgen. Dan over het effectiviteitsonderzoek met betrekking tot het sociale domein. We zijn gevoelig voor de argumenten die de wethouder daarop heeft gegeven. En snappen ook zijn overweging erbij. Andere optie is RKC, Rekenkamercommissie, moet ik daarvoor zeggen. Maar ja, die bepaalt wel haar eigen onderwerpen. Maar misschien nog wel belangrijker is, als we nu onvoldoende zicht hebben op de effectiviteit. En ik ben bang dat dat toch het geval is. Want we weten volgens de kandidaat niet eens of er zorg is geleverd. We denken allemaal van wel, maar we weten over de effectiviteit, denk ik, relatief weinig. Dan zou het college willen vragen om in die strategische notitie ook daar eens even over na te denken. Van hoe borgen we dat nou regulier in het proces? En dat we niet pas achteraf eens denken van, hey, wat hebben we nou bereikt? Maar dat we op de een of andere manier iets inbedden om die effectiviteit ook helder te maken. Suggestie. Lokale democratie en dan toegespitst op interactie en participatie. We vinden het iets te gemakkelijk als er gezegd wordt van dat had ook wel minder gekund. Want we hebben met onze formulering een serieuze zorg willen uitspreken. En verbeteren kan echt al beginnen met bewustwording. Je verplaatsen in de situatie van de ander. Maar de vraag is eigenlijk of onze bedoeling wel is overgekomen. Nou, misschien kan het college daar toch nog eens even wat verder op inzoomen. En wat zouden we kunnen doen? Ook zonder misschien 1 euro te investeren. Want niet alles hoeft zich te vertalen in euro's. Het is ook een stukje bewustwording en heel bewust omgaan met dit soort trajecten. Er zijn net al wat voorbeelden genoemd over jachtlust alleen, maar er zijn meerdere voorbeelden. Dan financieel perspectief. Positief dat de wethouder inmiddels ook een aantal andere ideeën heeft aangegeven over de invulling van de taakstelling. En we vinden het ook goed dat de wethouder zegt van alleen efficiëntie, daarmee ga je die taakstelling niet invullen. En tegelijkertijd hechten we, denk ik, raadsbreed aan een sluitende begroting. Dus er ligt nog wel een opdracht. Nou, 2 andere partijen voor me hebben het eigenlijk ook al gezegd. Om niet verrast te worden in november zouden wij willen voorstellen om in de tweede helft van september, in een commissievergadering, misschien 18 september of zo, toch met elkaar te spreken over een aantal onderwerpen. Namelijk eerst de beoordeling en invulling van de wensen. En hierin kan dan ook dat toegezegde onderzoek over personeel worden meegenomen. En om eerlijk te zijn horen we liever het verhaal van het college dan dat we dat in de krant moeten lezen. Dus we zijn daar wel blij mee dat dat dan op die manier gaat gebeuren. Dan vervolgens het tweede punt, de taakstelling van 1 miljoen. Hoe gaan we die concreet invullen? En er mag best een meiscirculaire bij betrokken worden. En verder het laatste punt om de PM'tjes meer inzichtelijk te maken. Dat is ook al net een paar keer genoemd. Geen formele besluitvorming in september, maar wel meegaan in het onderzoek naar datgene wat we beogen. Het is goed om te horen dat de beheeruitdagingen nu in deze perspectiefnota zitten, voor zover ze bekend zijn.
Daar zit overigens al wel meteen de adder onder schat, want we zijn in de afgelopen jaren telkens wel weer opnieuw verrast. Misschien is dat meer een teleurstelling, met extra kosten. De vraag die er wat ons betreft achter zit van wat heeft het college van maatregelen genomen om in het proces tijdig dit soort beheerkosten op te sporen? Is daar een proces voor ingericht of overkomt het ons telkens? Want dat is wel een beetje het verhaal wat we toch meekrijgen. We zien het voorstel over de tarieven afvalstoffenheffing tegemoet, maar dan wel in zijn context. Inderdaad, het CDA zei er net ook al iets over. Je moet wel kijken van wat nodig is in dat kader. Maar als we echt tot de conclusie komen dat we gewoon structureel interen op de reserve, en daar lijkt het op, dan zien we graag een voorstel tegemoet. Dan de laatste vraag die we gesteld hebben in de eerste ronde. Een gemeente met torenhoge ambities en tegelijk een lage belastingdruk. Gaat dat samen? Het antwoord was nee. En de keuze van het college is minder ambitie. En we kunnen dit volgen. En het past ook bij onze basisgedachte over gemeentelijke ambities en financiën. Toch drie opmerkingen daarbij. Door een rommelige informatiepositie over de financiën de afgelopen tijd voelt het alsof de Raad een verkeerde aanloop heeft genomen. Tweede punt. Als bijdrage aan de te realiseren taakstelling zou wat ons betreft een terughoudende implementatie, en dan moet je denken aan tempo's en vernieuwingen, te overwegen zijn. Bijvoorbeeld ook op het gebied van de omgevingswet. Daar hebben we al redelijk beperkte ambities, maar toch, dat zijn wel voorbeelden waarbij je nog eens even goed kan kijken. Derde punt, als we de komende tijd de zorg onvoldoende krijgen ingevuld, of geen vorderingen maken op het gebied van duurzaamheid vanwege de financiële situatie, dan gaan we, wat de ChristenUnie betreft, door een kritische grens heen. Dus dat zijn voor ons wel echt bodempunten. En dan zouden we ook wat dat betreft naar de eigen inkomstenkant willen kijken. Ik sluit af met de kernboodschap uit de eerste ronde. En hiermee hebben we denk ik toch ook duidelijk onze speerpunten aangegeven. De ChristenUnie wil blijven werken aan een duurzame leefomgeving. Een omgeving waarin we aan veiligheid concreet invulling geven en waar we zorg kunnen bieden aan kwetsbare inwoners. Waarbij we alle burgers serieus nemen. Wij zouden het fijn vinden als het college toch nog eens even op deze kernboodschap een reactie geeft. Integraal en dus niet in de zin van allemaal afzonderlijke antwoorden. Integraal over die speerpunten. Dank u wel. En daar kijkt u mij bij aan. Op een wijze die echt wel duidelijk is dat ik daar toch op een of andere manier aan tegemoet zou moeten komen. Dus, maar dat zullen we in de schorsing bekijken. Want dat is een dat hebben we het liefst, maar of dat gaat gebeuren, dat weet ik ook niet. Er is in ieder geval wel redelijk brede steun voor die onderwerpen, heb ik inmiddels gemerkt. Dus Ik kan u wel zeggen dat dat ook bij het college het geval is natuurlijk. Meneer Wildfank heeft de vergadering, is binnengekomen, welkom. We geven u even nog de ruimte om te acclimatiseren, dus ik ga u dadelijk overslaan. U heeft een amendement, of meneer Nijkamp, had u nog iets wat u in die zin wilde indienen? Mag ik dat zien? Ja, dat wil ik ook wel doen. Amendement. Ondergetekende lid van de Raad van de Gemeente Dalfsen dient het volgende amendement. Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders, gehoord de beraadslaging overwegen dat het thema duurzaamheid in april 2017 door de Raad is vastgesteld. Uitstel van de uitvoering van het beleid van duurzaamheid zeer onwenselijk is. De betrokkenheid en inzet van de duurzame dorpen cruciaal is en warm gehouden moet worden. Het thema nu met prioriteit 3 is voorzien. Stelt de Raad voor te besluiten om in de tabel van wensen met structurele effecten, pagina 39, het thema duurzaamheid op te nemen als een prioriteit 1 onderwerp en deze conform te behandelen. En het is ingediend door mevrouw Ramerman van het CDA en de heer Nijkamp van de ChristenUnie. Ik heb het even in die volgorde voorgelezen, meneer Nijkamp. Maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. Dank u vriendelijk. Ja, juist net was even de suggestie dat ik het niet goed vind als u nieuwe punten inbrengt. Maar als u nieuwe punten inbrengt naar aanleiding van het debat, omdat die u geïnspireerd hebben, vind ik dat natuurlijk altijd goed, meneer Nijkamp. Dus zo streng wil ik echt absoluut niet overkomen. Zijn er nog mensen die vragen hebben of opmerkingen naar aanleiding van de inbreng van de heer Nijkamp? Mevrouw Ramos, CDA. Nog maar één vraag, want u gaf net aan van aan de inkomstenkant te gaan kijken. Denken jullie aan dezelfde richting om te gaan onderzoeken van wat zullen andere inkomstenbronnen zijn op gebied van zonneparken of dergelijke? Of
Denk je meer aan het verhogen van de belastingen? Ja, ik kan. Hier ging het over wel ongeveer de grote speerpunten van ons beleid. Hè? Dus zorg en duurzaamheid, dat zijn ook geen kleintjes. Kijk, als we met elkaar creatieve oplossingen weten te verzinnen in uiterst rendabele zonneparken, dan denk ik dat we zeer positief willen meedenken daarin. Maar we hebben nog niet direct het idee dat daar nou de sleutel voor al dit soort problemen ligt en uitdagingen. We hebben dit ook bewust zo geformuleerd naar aanleiding ook van vragen op die eerste ronde. Want ja, als je zegt van dit is een belangrijke vraag, dan is het ook wel aardig om eens even de reactie daarop te peilen. Maar dit is wat ons betreft ook echt een serieus punt. Dat het niet zo kan zijn dat je door de bodem van zorg en duurzaamheid heen zakt en vervolgens erg trots bent op het feit dat je de goedkoopste gemeente van Overijssel bent. Dan mag wat ons betreft ook die discussie wel op tafel. Ja. Ik vat samen, ik probeer dat echt subtiel genuanceerd te doen, want u brengt het ook op die manier. Maar ik vat samen, u zegt als het gaat om duurzaamheid en zorg, is niet op voorhand uitgesloten dat u wilt nadenken over verhoging van de lasten ten behoeve van het bevorderen van duurzaamheid en zorg. Dus heel duidelijk, doel en opening. U biedt een opening, niet meer dan dat. Heb ik dat goed samengevat? En de heer Nijkamp heeft u ook uitgenodigd om daar eventueel op te reageren. Voor degene die daar behoefte toevoelt. Anderen nog? Ik wil er wel op reageren. Meneer Royakkers. Want uw samenvatting vond ik misschien net iets te kort. Want ik denk dat de heer Nijkamp bedoelde dat als alle andere dingen uitgeput zijn en je niet met andere slimme dingen en andere bezuinigingen enzovoorts ervoor kunt zorgen dat er toch voldaan wordt aan de zorg en aan de duurzaamheid, dan komt dit aan de orde. De creativiteit moet je er voorhand niet uithalen. Dat is buiten kijf. Dus, het was ook niet mijn bedoeling om ergens creativiteit uit te halen. Nou, zo had ik hem ook niet geformuleerd. Ik zei dat het dan niet op voorhand is uitgesloten dat u wilt overwegen om... Nou, dan zitten er nogal wat slagen omheen. Oké, anderen nog? Overigens, meneer Royakkers, geldt dat voor u ook? Dat is een sturende vraag. Die trek ik terug. Anderen nog die hierna willen reageren? Dat is niet zo. Mag ik naar de heer Royakkers toe voor zijn inbreng? Dank u wel, voorzitter. De ons toegezegde analyse van de personeelsontwikkeling van de afgelopen jaren kunnen wat mij betreft al agenderen voor behandeling in de Raad van eind september. Dan zijn we nog op tijd voor de begroting. En ten aanzien van de verbonden partijen besef ik dat het niet eenvoudig is om die te beteugelen. Maar een duidelijke taakstelling van de kant van de deelnemende gemeente kan geen kwaad. De kosten stijgen duidelijk meer dan inflatie, met uitzondering van de veiligheidsregio dan. Is er zicht op het effect van de samenwerkingen met andere gemeentes op de efficiëntie en of de effectiviteit van de uitvoering, in positieve of negatieve zin, dat is dan een aanvullende vraag, voorzitter. En ten aanzien van de participatie in het algemeen en de jachtlust alleen in het bijzonder, heeft D66 in het begin kritiek gehad op de uitgangspunten van het project die wij te eng geformuleerd vonden. In het begin leek de participatie goed te gaan, maar dat veranderde om verschillende redenen. Wij willen dit proces graag nader onderzoeken, zelf als raad en dus zonder extra heel veel tijd en heel veel geld, zoals u in uw antwoord zei. Waarschijnlijk was ons voorstel verkeerd geformuleerd en in elk geval verkeerd begrepen. En daarvoor heb ik een motie opgesteld die u misschien aan het eind van mijn betoog wilt inlassen, voorzitter. De heer Van Leeuwen wil ik complimenteren met de geschetste aanpak van de cliënten voor de bijstand. Is het een idee om een soort uitzendbureau te hebben of met een organisatie samen te werken waar bedrijven, maar ook particulieren, voor een redelijk netto bedrag, vergelijkbaar met de witte werkster, en rekening houdend met de capaciteiten, mensen kunnen aantrekken voor enkele dagen per maand, voor tuinwerk, klussen, schoonmaak, etc. Ook vergunninghouders en andere mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen daar taal, contacten en ervaring op doen. Naar aanleiding van de bijdrage van gemeentebelangen, stelt de wethouder het ermee eens te zijn dat er niet op onderhoud van wegen bezuinigd moet worden. Hij reageert echter niet op de opmerking van D66 dat de opgevoerde 1 miljoen in 4 jaar als extra bedragen zijn opgevoerd, bovenop de al in de begroting opgenomen bedragen. Ook is er geen reactie op onze conclusies naar aanleiding van de presentatie op 29 mei over integraal beheer openbare ruimte, dat die in Dallas relatief goed verzorgd is.
Geen noodzaak dus voor extra kosten, lijkt mij. Dat betekent dat dat toch niet bezuinigd wordt als je de huidige begroting handhaaft. Ik noem dat geen bezuiniging. Zijn we het dan ook over eens, is mijn vraag. Dan weet u allen dat ik me al jaren zorgen maak over de ontwikkelingen rondom de N340 en de N377. En elk jaar spreek ik daar twee keer over. Deze week was er weer een informatiebijeenkomst over het provinciaal inpassingsplan met weer verrassingen. Dit keer gaat het over het weer opnieuw opvoeren van wegbestemde woningen langs de N340. Ik verzoek het college om een en ander scherp in de gaten te houden en de provincie aan de afspraken te houden. Blijvend punt van zorg voor mij is de aansluiting vanaf de Welsemerweg in verband met sluipverkeer en drukke parallelwegen. Belangrijkste punt voor deze sessie is nog steeds de veiligheid van de fietsers, met name op de parallelwegen die niet verbreed worden in de basisaanbesteding. Met wethouder Agricola ben ik het eens om terughoudend te zijn met openbaar wifi. Naast de grote kostenpost zal de techniek ons ongetwijfeld snel inhalen. Dat de succesvolle scheiding van afval, daar hebben ook verschillende partijen over gesproken, tot hogere tarieven voor de burger moet leiden, is wat mij betreft geen automatisme. De tijd sinds het verschijnen van een nota was te beperkt om daarin te duiken. Ik hoop dat de wethouder en of de ambtenaar openstaan voor een gesprek met mij daarover in de komende maanden. Met betrekking tot de omgevingswet herhaal ik hier nog eens een eerder algemeen advies. Vooroplopen kost vaak tijd en geld. En daarom het advies: beter goed gejat dan zelf bedacht. Dit in het kader van het bijstellen van ambities. Ook als het om milieuambities gaat, ben je vaak beter uit om even te wachten tot de kinderziektes uit de techniek zijn en de kostprijzen zijn gezakt. Verder is samenwerking met partijen als Rova ook een optie. Ik zou ook Twents kunnen noemen, maar die zit wat verder weg. Ze ontwikkelen een zonnepark op de stortplaats Bovenveld. Niet alleen komt Dals als aandeelhouder mijns inziens pro rata een deel van de credits toe, maar misschien zijn er meer gezamenlijke investeringsmogelijkheden. De heer Uitslag heeft naar aanleiding van zijn antwoord op een vraag van de ChristenUnie naar de mogelijkheden om de reserve sociaal domein uit te breiden naar egalisatiefunctie voor de jeugdzorg positief geantwoord. Maar uitgaande van eventuele incidentele hogere kosten, volgens zijn antwoord. Maar los van de techniek of het nou één of twee fondsen moeten zijn, daarover zou ik ook nog kunnen discussiëren, ben ik voorstander van een soort egalisatie, maar dan ook storten als er meevallers zijn. We nemen dit toch als Dalfse voor eigen rekening, omdat we denken dat dit gunstiger is. Dus je kunt het gecalculeerde bedrag voor de gemeenschappelijke regeling als uitgangspunt nemen en bij meevallende resultaten reserveren. Ik ben het eens met de terughoudendheid om een extra zorgcoördinator te benoemen. Er is al een veelheid van dergelijke adviseurs voor de cliënt, onder meer gesubsidieerd door de provincie, zoals Zorgbelang Overijssel. Bij het CDA ben ik het eens dat er rust moet komen in investeringen. Wachten tot het meerjarenplaatje dit najaar duidelijk wordt, dan verder kijken. Dan kunnen we ook bezien of de gemeente wind- of zonneparken kan exploiteren, zelf of in opdracht door derden, met de bijbehorende financieringsopzet. In dat verband kan tevens de markt voor vervanging van asbest op daken in combinatie met zonnepanelen worden betrokken. Natuurlijk heb ik in dit verband ook eens met de VVD, ben ik het eens met de VVD in dit verband, die de onaardige fuik als metafoor gebruikte. Ik sprak een paar jaar geleden bij de aankoop van de Rabo in Nieuw-Leuzen nog over de smakelijke salamipolitiek. We zien graag een globaal overal plaatje voordat stap voor stap budget voor investeringen wordt gevraagd. Met de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid vraagt D66 om meer prioriteit voor het fietsverkeer. Ook met betrekking tot de veiligheid kan een klein bedrag besteed worden aan het uitwerken van een plan, zonder al meteen geld voor allerlei maatregelen in te boeken. En ik heb niet geluisterd wat de ChristenUnie heeft bedacht, maar dat was ongeveer hetzelfde, dacht ik. En ik sluit af. Verder ontbrak het ons aan de tijd om alle details van de al dan niet geschrapte posten in het voorstel te analyseren. Maar het college heeft geantwoord dat men het eens is met het eerder door mij genoemde principe dat alleen de raad de raadsbesluiten ongedaan kan maken. Daarom zou ik graag zien dat deze besluiten en aangenomen moties, zoals de motie Bestuivers of andere, ook worden uitgevoerd, tenzij we dat expliciet besluiten.
Dank voor uw aandacht. Dank u wel. Voor uw inbreng, meneer Royakkers. Ik moet even een formeel punt maken. Een motie is geen besluit. Een motie is een verzoek. Dus de raad besluit bij amendement en de raad verzoekt of doet een uitspraak bij motie. Nu hebben wij de merkwaardige gewoonte als college om altijd te proberen moties uit te voeren. Maar dat heeft iets te maken met onze grondhouding. Maar dat heeft niet iets te maken met de formele besluitvorming. U maakt een formeel punt, dus moet ik ook formeel daarop spiegelen. Waar staat het woord besluit in mijn tekst? We hadden het over amendementen en moties. Maar een motie is geen besluit. Heb ik een amendement gebruikt? Daar had u net over. Moties zijn gewoon geen besluiten die dwingend moeten worden uitgevoerd. Raadsbesluiten uiteraard wel. Ja. Het is alleen maar een formeel punt hoor, niet meer dan dat. Zijn er mensen die nog naar aanleiding hiervan vragen hebben of opmerkingen willen plaatsen? Niet? Oké. Dan mag ik naar de heer Veldhuis. Ik laat de heer Wildfang echt helemaal acclimatiseren. Prima, voorzitter. De Franse filosoof Voltaire zei het al. Begroten is een methode om je zorgen te maken nog voor het geld wordt uitgegeven. En daar blijkt toch weer een kern van waarheid in te zitten. Wij willen als VVD als eerste even reageren op een aantal punten naar aanleiding van de inbreng van andere partijen. We hebben gezien afgelopen maandag dat gemeentebelangen zich niet kon herkennen in de opmerking dat er een kloof wordt ervaren tussen inwoners en gemeenten. Kan het college aangeven waar de opmerking in de perspectiefnota op is gebaseerd? Misschien dat we hier als politieke partijen ook nog iets of werk in te doen hebben. Dus vandaar dat we het wel even belangrijk vinden om dat na te gaan. Veiligheid is belangrijk. We hebben gezien afgelopen maandag dat de criminaliteit werd ingebracht door de gemeentebelangen zich verplaatst naar het platteland. Het college gaf daarop als antwoord dat het goed gaat qua aanpak. Dat is volgens mij, zoals wij de vraag echt niet hebben geïnterpreteerd. We zijn benieuwd of het college hier iets mee wil en gaat doen. We zien liever iets van een preventieplan dat zich specifiek gaat richten op de aanpak van deze toename. U vraagt aan het college om de huren van de sportverenigingen niet te verhogen of de subsidies niet te verlagen. Dan vraag ik even, dat is even een vraag aan gemeentebelangen. Is dit voor u onbespreekbaar? Het kan toch zijn dat een beperkte verhoging van de huur of een beperkte verlaging van de subsidies een offer kan zijn. Als bijvoorbeeld de huren de afgelopen jaren niet zijn geïndexeerd, zou dat toch best een mogelijkheid kunnen zijn. Ik weet niet of er meteen een antwoord opgegeven moet worden. Kijk even naar de voorzitter. De voorzitter kijkt straks gewoon naar de wethouder. Oké. Maar ook naar de gemeentebelangen dus. Ja, dat kan ook. Ja, wilt u nu reageren, meneer Schuurman? We hebben deze opmerking gemaakt in de context dat we gevraagd hebben of het onderzoek wat nu plaatsvindt, of dat niet als kapstok dient om huren te verhogen of subsidies te verlagen. Dus zoals u het nu stelt, dat is een andere vraag dan dat wij het gevraagd hebben. Prima. Oké, dan had ik hem verkeerd geïnterpreteerd. Dan nog even naar aanleiding van de inbreng van de PvdA. De suggestie van de PvdA om gebruik te gaan maken van de infrastructurele voorzieningen is wat ons betreft een goed idee. In aanvulling daarop denken wij dat zonnepanelen bijvoorbeeld vlakbij of naast de spoorlijn ook een mogelijkheid zou kunnen zijn. Of het plaatsen van windmolens in de buurt van de stuwen. Dat zou bijvoorbeeld ook kunnen, kleinere windmolens natuurlijk. Begrijp me goed, ik heb het niet over vele hectare of heel veel windmolens, maar het zijn wel mogelijkheden. Een andere mogelijkheid die wij zien is om als gemeente te kijken naar duurzaamheidsmaatregelen bij sportparken. Zonnepanelen, ledverlichting, etc. Je ziet nu dat de energielasten van de sportverenigingen steeds hoger worden door de ouderwetse wijze van verlichten bijvoorbeeld. Dan nog een reactie op antwoorden van het college, op onze vragen. We hebben volgens mij op twee vragen hebben wij onvoldoende antwoord gehad. We hebben gevraagd met het bijstellen van ambities vervallen reeds afgesproken prestaties. Veel van de prestaties worden uitgevoerd door ambtenaren van de gemeente Dalfsen en die zullen niet verdwijnen. Hoe denken we de ombuiging toch te realiseren? U geeft dan aan, dat doet u wel vaker, dat de ambtenaren niet niks gaan doen. Dat snappen wij natuurlijk ook. Maar dat is niet het antwoord op onze vraag.
Als je besluit om een ambitie niet te realiseren, dan zullen de uren niet op de prestatie drukken. Natuurlijk gaat de ambtenaar in kwestie dan iets anders doen. Maar waar onze vraag over gaat is dat dan de personeelslasten onderaan de streep hetzelfde blijven. Dus je bezuinigt wel op de prestatie, maar onderaan de streep blijft het totaal van de begroting gelijk, waardoor je geen ombuiging realiseert. Hoe kijkt u daarnaar? Een andere vraag die hieruit voortkomt is, en dat heeft ook te maken met inzicht krijgen in de benodigde capaciteit op de afdelingen. Wordt er nu tijd geschreven in de gemeentelijke organisatie? En tot slot, we hadden ook nog een vraag. Zijn er nog onderwerpen waar we hoger op scoren dan de ambitie vereist? Daar hebben we volgens mij geen antwoord op gehad. Tot zover onze reactie op de antwoorden van het college. Dan, wij gaan akkoord met de toezegging van het college om in september te komen met inzicht in de formatie. Ik snap dat het ingewikkeld is om dit inzichtelijk te maken, maar begrijpen doe ik het niet. De opmerking van de burgemeester dat het heel ingewikkeld is, baart ons wel zorgen. Je kan toch eenvoudig een uitdraai maken uit het systeem en nagaan wat mensen doen en welke functies ze hebben en wat ze dan wat daar binnen aan uren gemaakt wordt. Ik mag niet hopen dat we straks een heel ingewikkeld overzicht van u gaan ontvangen dat meer vragen oproept dan dat het antwoord gaat geven. Daarnaast vraagt u om voor 2017 incidentele bedragen beschikbaar te stellen voor de formatie. Door het inzicht uit te stellen naar september creëren we wel met z'n allen de situatie dat we hier eigenlijk al mee akkoord moeten gaan, omdat we steeds verder het jaar ingaan. We hebben dan eigenlijk niks te kiezen. In november gaan we de begroting behandelen. Op zich prima, maar om grip te houden op de omvang van de ombuigingen stellen we voor om het niet op november aan te laten komen. De VVD verwacht een invulling van de nu genoemde PM-posten, al dan niet met een bandbreedte, maar dan ook het liefst in september. Is dat mogelijk? U geeft aan dat bij het bepalen van de kosten voor afschrijvingen en onderhoud van bijvoorbeeld installaties u eens per 5 jaar deze kosten bepaalt. Dat hebben we net ook al van andere partijen gehoord. En dat blijft voor ons een rare wijze van berekenen. Je kunt een installatie die 15 jaar meegaat in één keer berekenen wat de kosten zijn, zodat je niet 2 keer in die 15 jaar voor verrassingen komt te staan. Asbest is voor sommige mensen, en dan met name de agrariërs, een probleem. En er is een bepaalde groep binnen die agrarische sector die het moeilijk heeft. Misschien moeten we toch kijken om deze groep op een of andere manier kunnen helpen. Ik heb het over de groep die het echt niet zomaar kan betalen, maar met een steun in de rug toch asbest van hun daken zou kunnen gaan vervangen voor zonnepanelen. Je kan ze dan een renteloze lening geven die gefinancierd wordt vanuit de opbrengsten van de zonnepanelen. En wel op zo'n manier dat ook zij hier nog aan kunnen verdienen. Het is een hersenspinsel. Of het haalbaar is, moeten we natuurlijk bekijken. Maar je lost 2 problemen op. Asbest verdwijnt en de groep die het lastig in beweging te zetten is op dit gebied, die krijg je in beweging. En je zorgt ervoor dat je ook nog een keer dichter bij je duurzaamheidsdoelstellingen komt. Tot zover onze inbreng. Dank u wel, meneer Veldhuis. Ik hoor dat u ook een motie overweegt in te dienen, klopt dat? Alleen meneer D66, en die zijn we vergeten. Mag ik uw motie, mag ik die nu ook nog even in beeld brengen? Dank u wel voor uw inbreng, meneer Veldhuis. Ik maak er even een rotzootje van, maar ik kom zo weer bij u terug. Ondergetekende lid van de Raad van de Gemeente Dalfsen dient de volgende motie in. Gelezen de voorstel van burgemeester en wethouder over de herinrichting van de jacht op Solego, wordt de beraadslaging over de perspectiefnota overwegende dat het in het vertrouwen in de politiek gepaard is bij betrokkenheid van inwoners en het vertrouwen in inspraak. Belanghebbende een rol in het besluitvormingsproces hebben gekregen over de herinrichting van de jachtluster Allee in Oleuze via een klankbordgroep, huisbezoeken en gesprekken. Over de uitvoeringen van de nodige kritiekpunten naar voren zijn gekomen. Uit de publieke reactie kan worden opgemaakt dat er teleurstelling en onvrede is ontstaan over het collegevoorstel. Spreekt uit dat het wenselijk is om het inspraak- en participatieproces te evalueren om te kijken of er leerpunten geformuleerd kunnen worden. Hierbij te kijken naar de juistheid van veronderstellingen en verwachtingen, eventuele procesfouten en ervaringen van alle betrokkenen. Hiervoor een commissie van onderzoek moet worden ingesteld die desgewenst bestaat uit een vertegenwoordiger van iedere fractie, raadslid of commissielid. Deze commissie resultaat rapporteert aan de gemeenteraad en verzoekt de raad dit onderwerp toe te voegen aan de agenda van de raadsvergadering van 26 juni 2017. Draagt de gevier op de noodzakelijke besluitvorming hiertoe voor te bereiden. Ingediend door de heer Royakkers. En hij spreekt voor zichzelf, denk ik, hè? Er is wel overleg met andere fracties, maar tot nu toe spreek ik voor mezelf. Ja. Nee, de motie spreekt voor zichzelf, de inhoud. De motie spreekt voor zichzelf, ja. Er is een toelichting bij, maar die kan iedereen zelf lezen, denk ik. Ja,
En hij sluit ook volledig aan op de discussie van de vorige week. Of afgelopen maandag. Dank u vriendelijk. Ik heb de heer Veldhuis niet in de gelegenheid gesteld om door u nog bevraagd te worden. Dus had u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de inbreng van de heer Veldhuis? Nee, dat is niet zo. Dat is niet het geval. Oké, prima. Dan heb ik, had u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de ingediende motie van de heer Royakkers? Laat ik het nu ook gewoon even proberen weer te herstellen. Kan ook straks naar de schorsing. Nee? Mag ik dan de woord geven aan de heer Wildvank? Dank u wel. Ja, excuus nogmaals dat ik even wat te laat was, maar dat niet helemaal zelf in de hand. Nee. Reactie in tweede termijn. Nou, om te beginnen, dank voor de gegeven antwoorden. Zoals de burgemeester in eerste termijn ook al zei, het antwoord bevalt soms niet, maar het is wel een antwoord en niet alleen daarom al dank, zou ik zeggen. In de tweede termijn ga ik goed deels in op die antwoorden. En dan krijg ik een antwoord op de vraag van, is dat nou geslaagd, die decentralisatie? Daar is niet heel expliciet een antwoord op gekomen en impliciet maak ik daar dan op dat het college vindt dat het in voldoende mate geslaagd is. Voordat daar naar spraakvaring over komt, zeg ik hem erachteraan, klopt nou die aanname? Het punt social return on investment wat ik heb ingebracht werd ook bekend genoemd en werd ook gebruikt, wordt ook gebruikt. En dat is in ieder geval wat ik uit het antwoord heb opgemaakt. De vraag had ook nog een tweede onderdeel in zich, dat heb ik niet direct teruggezien. En dat was meer van, bent u bereid om in de contracten met de aannemers, onderaannemers, de opdrachtnemers, hoe je het ook maar noemen wilt, dat aspect op te nemen als een vast onderdeel. Daar zou ik opnieuw op willen aandringen, of misschien moet ik zeggen, dat zou ik opnieuw willen vragen. Ik heb wel gezien dat het in het inkoop- en aanbestedingsbeleid is opgenomen, maar ik ben nog niet helemaal van overtuigd dat dat ook vanzelfsprekend dus in de contracten komt. Dus nogmaals de vraag, bent u bereid dat op te nemen in de contracten, dat aspect social return? Ten aanzien van de fietsverbinding is al het een en ander gezegd. Ik heb goed gehoord wat erover gezegd is. Er is sprake van, u hebt het over een iets andere verbinding dan wij voor ogen hebben, maar zoals gezegd, daar komen wij zelf nog een keer op terug. En wat betreft de memo over de rondweg, dat antwoord kreeg ik van Wethouder van Leeuwen volgens mij, die heb ik gezien. En ik neem aan dat het ging over de memo, die ging over de rotonde en de Kampmansweg. Klopt, ontvangen inderdaad. Mijn opmerking was echter meer gericht in het algemeen, dat ik opnieuw aandacht vraag voor het gegeven dat die rondweg in de gemeente het in zich heeft om op termijn een probleem te gaan worden. En dit soort infrastructurele voorzieningen moet je volgens mij aanpakken op het moment dat het nog geen probleem is. Dan heb je ook nog mogelijkheden en niet meer op het moment dat het al zo groot is dat het een echt probleem is geworden. Dan even wifi. Ik hoorde de wethouder zeggen van dat daar dat niet is gebleken dat daar behoefte aan is. Ik hoorde dat net naast mij ook bevestigd worden. Ja, dat zou kunnen. Dat is ook misschien net hoe je het vraagt. Techniek ontwikkelt zich snel, maar wifi bestaat al kleine 10 jaar, langer zelfs al. Dus zo hard gaat het misschien niet. En ik heb het ook gevraagd in verband met het onlangs beschikbaar komen van een Europese subsidie in dat verband voor dorpen en steden om dat aan te leggen op die openbare plekken. Nou, zo'n voorziening of zo'n subsidie komt er niet zomaar. En ik zou dus de vraag willen stellen, is het niet verstandig om daar toch gebruik van te maken? Dan op het punt van de welkooplocatie in Lemelenveld. Het antwoord van de wethouder zegt van ja, het plan wordt ontworpen in overleg met alle inwoners van alle omliggende straten. En de manier van participeren door zoals door de PvdA voorgesteld wordt als procesoptie meegenomen. Heel mooi. En daar ben ik ook oprecht dankbaar voor. Het is fijn om dat te horen. En ik vraag nog even preciezer door. Een procesoptie. Betekent dat u het ook zo gaat doen? Of is dat nog een punt van afweging? Op de vraag van gemeentebelangen. 110-130% in het kader van een aantal regelingen. Iets waar we ook vanuit de PvdA meerdere keren op hebben aangedrongen. Dat triggerde ook nog wel even, waarbij het antwoord namelijk kwam van we doen maatwerk als een panacee voor mogelijk alle kwalen. Maatwerk is natuurlijk in veel gevallen prima, maar dat kan ook tot willekeur leiden, hier wel, daar niet. En ik onderstreep nog even dat de ophoging van die grens bij die kindregeling, dat we die van harte toejuichen. En uiteraard juichen we ook maatwerk toe, daar niet van. Ja, en dan die zorgcoördinator, daar is ook alweer het een en ander over gezegd. Enigszins subtiel werd men daar wat inconsistentie in de redenering voor gehouden. Iets wat ik overigens wel kan begrijpen. Maar we menen toch oprecht dat we daarmee een vereenvoudiging bewerkstelligen. Juist dat plaatje met al die verbindingen, dat is ons ook een gruwel. Dat wil niemand. En dan kom ik zelf uit die wat meer
IT-hoek, daar kennen we ook dat soort plaatjes met allerlei verbindingen. Er zijn ook spaghetti, noemen ze dat daar dan. En juist daar worden knooppunten tussen geplakt om die spaghetti eruit te halen. Nou, dat is nou net wat we hier ook beogen. Er zijn dus twee kanten. Enerzijds zouden we willen dat zo'n zorgcoördinator in staat is om een casus als geheel te overzien. Zowel met datgene wat er in Dalfsen gebeurt als ook daarbuiten. En daarin de verbinding te leggen. En anderzijds moet die kennis ook, die wordt, daar wordt opgedaan, en ook worden gebruikt in de afstemming van het beleid zoals dat vorm wordt gegeven door de centrumgemeente, Zwolle in ons geval. Want dat beleid en die budgetten komen mogelijk in 2020 of kort daarna vanuit die centrumgemeente naar ons toe. Op grond van het rapport van de commissie Dannenberg. Het zou wellicht verstandig zijn om toch zo'n persoon, zo'n functie hier in de gemeente Zwolle aan te stellen, opdat die zorgt dat die verbinding ontstaat. En dat we niet een spaghetti aan het ontwerpen zijn. Een spaghetti die er overal lijkt te zijn. Op het punt participatie. Ja, de Partij van de Arbeid heeft bij herhaling voorstellen gedaan om dat anders te doen. Anders in te richten. Meerdere keren en bij meerdere voorjaarsnotas hebben we daar goed uitgewerkt, onderbouwde voorstellen voor gedaan. Met concrete voorbeelden vanuit de omliggende gemeenten. Dus als er gesproken wordt over het gegeven dat de Raad niet is gebleken het punt goed op de agenda te krijgen, ben ik op zijn minst van oordeel dat de PvdA dan wel degelijk manmoedig een goed onderbouwde poging toe heeft gedaan. En vanuit die positie voelde ik me ook wel enigszins gelegitimeerd om daar wat kritiek op te leveren op dat onderwerp. De raad, heeft het voorstel van de Partij van de Arbeid niet overgenomen. Zeker. Ook het college niet overigens, want die heeft natuurlijk ook een eigenstandige positie daarin. En pas onlangs gaf de wethouder aan er toch eens mee te willen experimenteren. En nu bij de beantwoording van de vragen uit perspectiefnota kwam weer, zeer tot mijn vreugde, moet ik zeggen, dat ook ter sprake. Dus ja, wij verschilden hier van mening. We zijn heel blij met het feit dat u toch die experimenten wilt doen. En zijn dus ook blij met die ontwikkeling. Maar we hebben wel degelijk wat kritiek geleverd op dat punt participatie. Ja, de consultatiebureaus, de wethouder zegt te vroeg. Ja, het zou kunnen. Maar het zou ook gewoon nu kunnen. En er is ook wel aanleiding voor, want om te beginnen zou het naar onze inschatting wel eens wat goedkoper kunnen worden daardoor. Als je het nu aanpakt en het onderbrengt in zo'n cultuurhuis. En daar is nu ruimte. Dus de oproep zou ook zijn, benut die ruimte. Want daarmee wordt het nogmaals wat goedkoper. En daarmee zorgen we er ook voor dat een voorziening, consultatiebureau, wordt vastgehouden in die kern. En dat is toch iets wat we ook in het kader van participatieve samenleving, graag willen. Dus de oproep is om te bezien of er niet een aanleiding is om dat eerder op te pakken in combinatie met het onderbrengen in het cultuurhuis. Dan nog een punt van de energie in neutraliteit. Die vraag is volgens mij niet beantwoord. Tenzij ik hier ook impliciet het antwoord moet zoeken in de reactie op de duurzaamheid. In dat geval zou ik er wel graag een motie op willen indienen. Maar ik heb zelf het gevoel dat de vraag niet beantwoord is. Wilt u hem nog even stellen nog een keer? Dan wil ik zeker weten dat hij dadelijk wel beantwoord is. Welke? De vraag die niet beantwoord is, naar uw gevoel. De energie-neutraliteit. Ja, wat is de vraag precies? De vraag was om bij infrastructurele projecten het zodanig in te richten dat de energie die in dat project noodzakelijk is of benodigd is, dat die ook zodanig, dat het project zodanig wordt ingericht dat die energie binnen de gerealiseerde projecten ook wordt opgewekt. Nou, dat zou kunnen door bijvoorbeeld zonnepanelen, het werd net al even gezegd, of anderszins bermgrasverbranding zie je hier en daar ook wel als optie langskomen. Er zijn meerdere mogelijkheden voor. Ten slotte nog even over het punt van bestuivers, een raadsbreed aangenomen motie. Klopt, een motie, geen besluit van zoals dat hiervoor lag. Maar het lijkt zich nu ook nog een naast dat punt ook nog een grote meerderheid af te tekenen voor onderwerp kunsten op straat. En misschien kunnen we afspreken dat die twee dingen in ieder geval gewoon in de begroting worden opgenomen. Dan hoeven we daar niet nog een keer over te steggelen in een vervolg. En dan ben ik het graag ook eens met de inbreng van de ChristenUnie dat het inderdaad zo kan zijn dat je er onder omstandigheden toe komt dat je keuzes moet maken die een verhoging van lasten met zich meebrengt. Want zo heb ik het even geïnterpreteerd. Onder omstandigheden, als je alles afweegt, dan kan het zo zijn dat je zegt, maar deze twee onderwerpen vind ik zo belangrijk, duurzaamheid, zorg, dat ik dat aanleiding laat zijn om daar andere keuzes te maken. Voorhand geef ik daar alvast mijn instemming op. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Wildfang. Is er iemand die nog de heer Wildfang wil ondervragen, dan wel confronteren met een volstrekt contrair standpunt?
Mevrouw Lasse, ik hoop het laatste. Even afwachten. Ik wil graag een vraag stellen over die ondersteuner. Nu is er zo dat je, als je zorg nodig hebt, kan je bij mee, hè, kan je een cliëntondersteuner kan je krijgen. En als ik u goed begreep, dan gaat het ook vooral over de mensen die straks, volgens de commissie Dannenberg, hè, mensen met begeleid wonen en dergelijke, dan onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Dus ik heb eigenlijk twee vragen. Het eerste is, wat biedt een zorgcoördinator meer dan nu de cliëntondersteuner van mee? De tweede vraag is, gaat het dan specifiek om die groep beschermd wonen die straks onder de gemeente gaat vallen? Dank u wel. Vrij concrete vragen met betrekking tot taak en verantwoordelijkheid van een dergelijke zorgcoördinator. Ja. De laatste is de eenvoudigste. Het gaat niet alleen over die groepen. We zouden echt wat breder willen zien. Maar dat is wel een groep inderdaad waar het heel erg specifiek aan de hand is. Dus in die zin snap ik uw vraag heel goed. MEE is natuurlijk een van de organisaties die zich hier tegenaan bemoeit. En onze gedachte is nou juist, je hebt een aantal voorzieningen die vanuit de gemeente worden verzorgd, die vanuit het WMO-loket of anderszins vanuit de gemeente worden verzorgd. Er zijn zorgcoördinatoren, zorgorganisaties als MEE. Er zijn grote zorginstellingen die het ook helemaal zelf doen. Wij willen dat daartussenin vanuit de gemeente een coördinatiepunt ontstaat. Zodat nu een cliënt die soms alleen bij de gemeente of alleen bij een van die instellingen aanwezig is, dat die overal in beeld komt. Dat die geholpen wordt om ook zijn punt bij die andere instanties die zich met hem of haar zouden kunnen bemoeien, moeten bemoeien wellicht, dat ze dat ook in beeld gaan krijgen. En dat is wat wij nu zien, dat het soms niet gebeurt. Dat cliënten gewoon niet volledig in beeld zijn. Dat een casus niet volledig in beeld is. Is dat voldoende, mevrouw Lasse? Dan hebben wij de eerste ronde gehad. En dan gaan we pauzeren. Maar ik zou die pauze ook willen gebruiken, laten gebruiken voor degene die daar behoefte aan heeft om even onderling overleg te doen. Dus ik noem het maar een pauze waarvan ik in ieder geval met het college ga gebruiken als schorsing, laat ik het zo zeggen. Ik zou het vervelend vinden als ik dadelijk open en u om een schorsing vraagt. En ik denk dat we even daar 20 minuten voor moeten uittrekken. Is dat goed? Pak een half uurtje, zegt Griffier. Dan zitten we op 9 uur. Ik heropen de vergadering om 9 uur. Akkoord? En dan schors ik hem nu. Voor een pauze. Volgens mij mag ik de vergadering sluiten. Iets in mij zegt me, laat ik daar nog een paar minuten mee wachten. Maar dat is flauw. Mag ik u bedanken voor de wijze waarop u het debat gevoerd heeft. Het was inhoudelijk. Het was scherp. En volgens mij het was met respect. Zo ken ik u, maar het is iedere keer wel fijn om te constateren. Ik sluit de vergadering.